Energyville is een onderzoekscentrum waarin wetenschappelijke onderzoekers werk doen op nieuwe energiesystemen voor de toekomst. We werken hier samen om ervoor te zorgen dat we zonne-energie, windenergie goed kunnen gebruiken en dat we het groene goud van Limburg, het oude zwarte goud, kunnen laten vervangen. Zodanig dat we een duurzaam energiesysteem krijgen, dat we ook nieuwe bedrijven kunnen starten, er nieuwe mensen kunnen werk vinden op dat vlak. En zodanig dat die mensen een toekomst kunnen uitbouwen die duurzaam is voor onze kinderen en kleinkinderen. Op dit ogenblik werken er 250 mensen hier binnen het gebouw. Met het nieuwe gebouw dat we nu aan het zetten zijn bij, worden dat nog 80 meer. En deze mensen zijn voor een groot stuk hoogopgeleide ingenieurs en economen en mensen die bezig zijn met de regelgeving op energie, maar ook veel ondersteunende diensten. En we gaan ook ervoor zorgen dat er nieuwe bedrijven komen waarin dan geproduceerd wordt en nieuwe systemen en technieken gaan gemaakt worden. De pers kreeg een rondleiding in het bedrijf. Zo kon men zich een idee vormen waarmee men in Energyville zoal bezig is. We staan hier in het laboratorium, het batterijtestlaboratorium van Energyville, waar we batterijen testen om ervoor te zorgen dat we die op een veilige manier kunnen gebruiken en dat we die op een efficiënte manier kunnen gebruiken, zodat ze lang genoeg meegaan voor toepassingen in de elektriciteitsnetwerken van de toekomst, waar batterijen een essentieel onderdeel gaan vormen van het nieuwe elektriciteitssysteem. Achter mij staat er een proefopstelling van een project dat we doen met een hele hoop internationale partners. En dat plaatsvindt in Nederland, waar dat we sociale woonwijken gaan renoveren, heel grondig renoveren. Waar dat de gasketel vervangen wordt door warmtepomp, zonnepanelen op het dak, batterijen erin. Heel technologisch geavanceerd project, maar wel heel mooi in een sociale woonwijk, waar dat die mensen dus een enorme besparing op energie doen. Nu, daar is nog best wel wat onderzoek aan en daarvoor hebben we hier achter die opstelling staan waar de een en ander uittesten en ontwikkelen. In deze ruimte staan de omvormers die gekoppeld zijn aan de zonnepanelen op het dak. Ze zijn vergelijkbaar met omvormers die je ook in een gewone woning terugvindt. Nu, wat is het grote voordeel van de opstelling zoals jullie die PV-panelen hier zien? De helling is veel lager dan bij een standaard opstelling op het plat dak. Wat betekent dat er minder wind onderin kan? Wat betekent dat er ook minder dakbelasting nodig is, dus die betonnen blokken die eronder liggen, om het op zijn plaats te houden. Een ander voordeel is dat die panelen, die beginnen 's morgens veel vroeger energie op te wekken, ook meer energie, en 's avonds geven die ook later energie. Tijdens de middag, het paneel wat perfect zuid georiënteerd is, 30, 35 graden, geeft een gigantische piek in de namiddag. Deze panelen zijn niet zuid georiënteerd en daardoor is die piek 's middags veel lager. Dus je krijgt een profiel wat veel vroeger omhoog komt, door de dag vlakker blijft en langer aanhoudt 's avonds. Dus het stemt veel beter overeen met de energievraag. We staan hier op dit moment in wat wij ons homelab noemen. En dit is waar dat we onderzoek doen naar allerhande slimme huishoudtoestellen. En met slimme huistoestellen, wat we daarmee bedoelen, zijn eigenlijk toestellen die hun verbruik aanstuurbaar is, waarbij dat die gaan verbruiken op het moment dat er veel wind beschikbaar is of veel zonne-energie, wanneer dat er weinig hernieuwbare energie beschikbaar is, net hun verbruik gaan verminderen. Uiteraard, de moeilijkheid hiervan is om dit te doen op een manier dat dat geen of acceptabele impact heeft op uw comfort. Dear ladies and gentlemen, dear entrepreneurs, I think I may say this. Many people in this room both have the will and the courage to have a look at the future together with me. Op de academische zitting was heel wat hoogvolk aanwezig. Onder andere de Europese commissaris voor energie, Šefčovič. Thanks to this attitude, Energyville arose, a meeting place for now and in the future. S'il est important pour moi d'être ici, c'est parce que je suis convaincu que l'énergie est un secteur d'avenir, essentiel pour notre mode de vie futur et créateur d'emplois. Le projet qui s'est réalisé ici sur le site hautement symbolique de Thor, parmi d'autres tout aussi prometteurs à Genk, nous l'avons entendu, pourrait d'ailleurs être source d'inspiration en Wallonie
et particulièrement à Gosselies, où il faudra faire face, malheureusement, à la fermeture de l'usine Caterpillar, annoncée il y a quelques jours, et au cataclysme social que cela signifie. We started the idea of energy for small cities. Nobody had talked about that. And we were convinced that the energy transition would be coming from the cities. This is proudly said 6 years ago. Door een groot gat te maken in het grote groene doek was Campus Energyville officieel geopend. Nadien kregen de VIP's een rondleiding van CEO Ronnie Bellmans. So, you see here,